Yo mensen, goeiedag allemaal dames en heren, appels en peren, welkom hier weer bij Dream Team Gaming. Hartstikke mooi dat jullie langskomen. En ja, zoals je hier een beetje ziet, denk je van huh, dit ziet er heel anders uit als de mappen die je doet. Dat klopt, dit is een nieuw mapje. De map Drentse Vaart, hier gaan wij een nieuw avontuur beginnen. Ja, er worden video's gemaakt met de beuna's en zeg maar, de hele beunshow gaat hierop voort borduren. En ja, de livestreams, hè, die gaat van Gelderland, gaan we hierop verder. Op de Drentse Vaart, leek ons heel leuk. En een nieuw idee, kijk, we hebben allemaal een, uiteindelijk een eigen boerderij, zeg maar. Ik heb al eentje uitgezocht, Lazy Trucker heeft er alleen uitgezocht. Andere jongens moeten nog. En ik ga dus hier vertoeven. Schuur, kleine schuurtje, silootje, ja, een boerderijtje, dus ik ben blij, ik kan slapen, vind ik hartstikke mooi. Verder heb ik dan wat stukjes grond, even zien welke ik heb. Ja, ik weet wel welke ik heb, maar dat kan ik jullie makkelijk laten zien. Deze wou dus op uitkijken, 73, 74, 75, 71, dus dat is 1, 2, 3, 4, 5 veldjes zijn van mij. Plus het grond van de boerderij natuurlijk. Nou, hier is dus Lazy Trucker. Hartstikke idee. Die heb ook 1, 2, 3, 4, 5 veldjes. Ah, hartstikke mooi. Vliegen er even naartoe. Waarom ook niet? Wee! Zo. Nou, lekker hoor. Kijk, hier is Lazy Trucker zijn paradijs. Nou, die is een beetje weer wat. Moet net weer wat groter, hè? Baas boven baas. Je hebt. Twee kleinere schuurtjes, één grote schuur, een silootje, een boerderijtje. En wat materiaal natuurlijk al. Heb ik ook trouwens. Ik heb ook wat materiaal al aangeschaft op het E. Yep, abats. Goed, dan kan dit weer uit. Daar aan, daar uit, daar uit. Yes, sir. Zo, gaat materiaal in. Oh, dat rent wel heel hard. Kijk. Mijn combine. Het nieuwe Holland combine. Japanse chandeer natuurlijk. En qua formaat leek het mij wel prettig om deze te doen. Ik doe gelijk even de deur open. Die hebben we zometeen nodig. Deze. Ja, die deur niet. Die combine natuurlijk. Hè. Dus zo. Oh. De grote deur eruit. Oh, oh, dit is wel wennen. Zo, nou kijk eens aan. De eerste tractor is in beeld. Een keepertje heb ik al aangeschaft. Deze mooie vent. De 824 Turbo Shift. Mooi ding. En de John Deere 4755 heb ik ook in bezit. En eigenlijk is dat ook nog het enige wat ik nu heb. Maar dat geeft niet. Ik moet nog een keer een bouwpersje hebben. Maar we kunnen in elk geval aan de gang. En dan kan ik een beetje de handel gaan starten met de rest van de jongens ook. Dat is ook een beetje het doel in deze serie. Hartstikke mooi. Ik kijk ernaar uit. En de rest van de jongens ook. Hartstikke mooi. Mega gaaf wat beginnetje maken. Normaal is de beunshow met elkaar. Maar ik kon niet meer wachten. En ik had zin om op te nemen. Noem maar op. Ik denk dan doe ik het ook gewoon. Mijn hoofd is wel leeg. Klein beetje een irritatiefactortje. Nou ja. Of ik heb de keer opgestart. Kan ook. Of mijn batterij is op. Nou ja, maakt het niet uit. We redden het zo ook prima. Zo. Misschien dat kan ik eigenlijk zo wel opdraaien. Dan kan ik hier het karretje er wel af doen al. Karretje. Oh wacht, ik heb hier Antmater haast aan de server. Sorry. Ik heb vergeten. Zo, nou dan gaan we. Allereerste oost in dit nieuwe avontuur. Geld maken. Hoppatee. Pas. Hup, hup, hup. En nou, je duimpje weer omhoog. Hè. Wat zeer is hier gewaardeerd. Het gaat geweldig mooi. Echt uniek gewoon elke keer weer. Zie eraan. Dat is mooi. Andere kant op is prettiger en makkelijker. Yes. Zo. En dan dames en heren, de allereerste oogst op deze map. Mooi man.
goed begin. In principe, het is wel een beste oppervlakte, maar goed. Alleen maar goed natuurlijk, levert ook weer meer op. Zo is het, dan niet al. Gaat zee. En zo zeg ik, waarom moet je alleen maar het stukje zien van Lazy Trucker en jezelf? Nou, dat klopt. Dat is helemaal waar, daar heb je gelijk in, maar dat komt allemaal goed. Want de rest van de jongens die hebben nog geen boerderij gekozen. Dus zodra die erbij zijn, komt er weer in de volgende video. Vlieg ik daar ook in overheen, zeg maar. En dan komen we van alles weer te weten. Dat leek me het allerbeste toe, eigenlijk. Oh, ik wil wel even stro hebben. Hartstikke bedankt. Zo, mooi man. En uit de avontuur niet wil missen en dat je denkt, ah, lijkt me ook wel leuk om te volgen allemaal. Vergeet niet te abonneren. Een rode knop onder de video, geheel gratis. En niet verplicht uiteraard, maar wel hartstikke mooi. Wat zeer zeer gewaardeerd. En zo samen kruipen wij langzaamaan richting die 1000 abonnees eigenlijk op dit kanaal. En ook dat is machtig mooi. Het is gewoon uniek, super, geweldig. Ja, ik heb er eigenlijk verder geen woorden voor. Het is machtig en prachtig. Dikke ruim. Yo, hoor. Kom maar top. La 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 la. De support die ik mag ontvangen is gewoon helemaal geweldig. En elke keer weer verbazingwekkend of zoiets. Moeilijke woorden. Ik wil een keer net doen alsof ik heel wat weet, hè. Joppa. Zo. En wat vinden jullie eigenlijk zo van het idee wat ik nou net zei met ieder zijn boerderij noemen op en met elkaar wat verkopen en ja, veel samenwerken en dan geld verdienen met elkaar, zeg maar, om het door elkaar te helpen met elkaar te handelen. Zoals die baal, ik ga ze persen straks opruimen en zet ik ze in de schuur, want ik heb zelf geen koeien, dus ik heb geen stro of wat dan ook nodig. Mensen straks een van mijn beuncollega's die het wel nodig heeft, nou, een leuk prijsje bedenken, verkopen die handel. Kan ze zelf brengen, kost iets meer, heb je wat, een volle karnebalen. Maar je kunt ook zeggen, nou ik haal ze zelf wel hem op, nou prima, koopt een ander bedragje voor, een beetje goedkoper. Maar ook logisch, ik hoef tenslotte niet te rijden daarvoor. Allemaal dat soort dingen een beetje. Ik hoop dat het allemaal een beetje zo uitpakt als wat we in de gedachten hebben, dat is ook altijd even afwachten natuurlijk. Maar waarschijnlijk komt het allemaal goed. En zo komen de eerste liedjes ook alweer binnen. Ik kwak het straks gewoon in de silo als eerst. En dan zullen we even zien wat het allemaal gaat brengen verder. Ja. We moeten daar weer langs laten. Stro zwart gewoon aan. Dus extra stroom te persen. Normaal gesproken achter zeg van nou, strooi je het hier maar even uit op het kleine stukje, maar goed. Maar nu doen we het aan, dus extra is allemaal geld. En geld is altijd welkom. Ik krijg dan een stukje mais voor mij. Ah, ik heb een mooi optrekje hier hoor. Ik wou eens een keer niet de grote boerderij of wat. Een keer met wat kleins. Een beetje gewoon meer gebaseerd op het helpen van anderen en het het handelen met anderen. Met gewassen en noem maar op. En dan kan ik altijd nog een keer zeggen dat ik iets opkoop of wat. En dat ik dan alsnog wat met koeien begin of iets. Nou, je weet het niet wat de toekomst allemaal brengt, hè. Het is altijd even afwachten. Oh hoor. Ah, ik moet man. Ik kijk er echt naar uit. Ik ben heel enthousiast erover, ja. Misschien nog niet eens zo nodig, maar ja, ik vind het echt geweldig. Ja. Leuk man. Ik heb het ook zelf bedacht. Misschien komt het ook door, hè. Ik wil nog je eigen idee afkraken natuurlijk. Oh, wat bochtje hè? Rovamer. Ja hoor. Zo. Gaan we daarheen. Ja, laten we dat maar doen. We gaan hier een GPS'je indrukken. Hartstikke mooi. La la la. Zo dan.
Ja? Nee. Onze oude maat is hartstikke idee. Pats. Hoppa. Mooi, mooi, mooi. Die gaan op. Waarom dan? Oh, gewoon makkelijker. Oké. Okay. Zo. Ja. Hoppatee, hè? We hebben GBS. Maak die een mens. Ga, kan ik een bakje koffie drinken? Geniet dit. Maar het mapje Drentse Vaart is toch wel erg mooi. Ik had een paar keer in een livestream dat mij werd verteld van goh, ken jij de Drentse Vaart of speel jij die map of heb je erop gespeeld? Nou, op al die vragen naar ik allemaal het antwoord nee, 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 nee en nog eens nee. Zei ze, moet je eens doen. Ik, nou ja, ga ik eens doen. Nou, heb ik gedaan. En ja, nou ben ik verkocht. Ik ben niet verkocht. Ja, ik ben wel verkocht, maar anders verkocht. Niet echt verkocht natuurlijk, maar digitaal, hè. Ik ben chips. Nee, ik ben geen chips, maar... Oh, wat jammer nou. Oh, ik heb wel janken. Giet niet winst. Het is vernietiging staat aan en ik rij zo door mijn eigen planties heen. Oh, ik heb wel janken. Doe het niet hoor, want ik heb camera aan het voeren. Dat ga ik niet doen, maar... Zou het wel kunnen. Mocht het echt goed betaald worden, wow, dan zou ik het wel kunnen, zeg maar. Ik betaal en joh. Ja. Geen probleem hoor. Jank ik de sterren in de hemel. Van de hemel, weet ik veel hoe je dat zegt. Maakt me niet uit, laat maar gaan. Let it go, hè, let it go. Ach, wat mooi, wat je mooi. Bam. Koffie is koud, moet niet lekker. Tot een lange treuze van geweest. Is dat nou ontruimer hier? Ja. Nou ja, ja, ja. Waarom doet hij dat nou? He? Waarom doet hij dat nou? Dat doet hij. La la la. Klein beetje verkouden aan het worden, geloof ik ook. Dat vind ik niet zo heel erg leuk. Maar goed, het overkomt je. Je hield er niks aan. Het is gratis. Dat is dan wel weer een enig voordeel wat erbij zit. Verder rijdt er niks aan. En zo hebben wij straks alweer een dikke 6000 liter aan haver binnen geoogst. Hartstikke mooi. Misschien had ik achter de schermen, dus of in een livestream of wat dan ook, deze stroopbaal gaan persen. Dus kan zijn dat in de video dan weer niet meekomt. Maar goed, dat komt omdat wij hier ook gewoon lekker opspelen wanneer we zin hebben. Wanneer we willen opnemen, wanneer we willen streamen. Dus het kan niet altijd in één verhaal lijn doorlopen. Maar als er wat achter de schermen zal gebeuren, dan wordt dat ook wel weer. Ja, hoe moet ik hebben? Wordt dat ook wel weer uitgelegd wat er gebeurd is en waarom en hoe het verlopen is en allemaal dat soort. Ja, kans is aanwezig. Ik zeg ook niet dat dat zo zal gaan, maar die kans is er natuurlijk wel. Niet dat je dan de volgende keer in de video denkt van, maar hij was daar nog mee bezig en dan is het allemaal al weg, of weet ik wat. Dat komt dus, nou ja. Nu dat je het weet, komt dat hier dus door. Wat ga je nou eens raar doen, man? Nou, nog een keer. Hij is ineens eigenwijs bezig, dat gekke ding. Goed zo. Zeg, anders word je verkocht, mijn jonkje, hoor. Dan heb je internet. Marktplaats. Ja. Vast ervan duur. Maar dat zal waarschijnlijk de Gelderland zeer een klein beetje af gaan nemen. Maar dat is ook niet zo erg, want er zitten we ook al op 45, 46 video's geloof ik. En wat livestreams. Dus een keer weer tijd voor wat anders. Mocht er hoeveel vragen zijn, knalt gewoon in die reacties dan. En kunnen we altijd kijken natuurlijk. Er zijn geen garanties, maar het moet voor ons ook leuk blijven. En op een gegeven moment heb je zoveel uren, want we zitten bijna 500 uur op die safe game. Ja, dan gaat het ook wel een keer dat je denkt van nou, we moeten wat anders hebben, want
radar over ziet, die telt me niet aan. Hallo. Dat gaan we niet doen. Nou, doet zelf wel. Ga maar even weer eigen piloot. I am the pilot. Oh ja, jazeker. Het is 9:30. Oeh, schaft. Nou ja, geen tijd voor. Moet nog even doorlussen bussen. Maak nou een baantje terug, als ik straks vol heb de pijp aan de verkeerde kant. Dus we doen alvast de pijp even uit te klappen. Dan halen we even de trekker, een kiepertje erbij op alvast. Dan kwakken we hem hier even leeg. En dan gaan we weer verder. Abats, pootjes kapot, 14 dagen in het gips. Gedoe, gedoe, gedoe. Is dat snelle lopen ze weer uit, Sam? Want dat is hier wel weer lastig. Dan gaat veel daar. Zo. Dat is beter. Zwaard rennen doen we nooit. Wat moe van. Dan pakken we deze mooie vent er wel in bij. Oh, hoor dan. Oh, is dit nou mooi of is dit mooi? Dit zijn toch plaatjes, hé? Potverdorie. Hé, net iets. Oeh man, hier weer anders. Nou, ik vind het mooi. We beter linksom kunnen gaan, nou ja goed. Extra rondje van de zaak, dames en heren. Hoppatee. Ja, stinkend mooi man. Oeh, ben er weer gewas kapot. Gelukkig niet. Ja, schitterend. Ik een fotootje van hem, man. Voor in het plakboek. Hè? Kijk eens. Ik heb toeterd. Aha. Mooi man, lekker hoor. Je bibam badi bo bo. Je bibam badi bo. Voor mij komt er zo wel moment. Oh, wat een mazzel net op tijd. Bijna een stukje gewas, jongen. Maar nooit. Voor mij komt er zo ook extra hulp aan. Dat zie ik. Voor mijn lazy trucker eraan. Nou, wat spannend. La 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 la. Kijk! Als je over de duvel hebt, dan komt ze eraan, hè? Dat heeft niks, hartstikke mooi. Dat vind ik juist het leuke aan dit soort projecten. Ze kunnen erin, ze kunnen er ook zo weer uit. En geweldig. En ik weet niet eens dat we aan het opnemen zijn, dat is wel leuk, hè? Helemaal toppie. Tot verdikken. Een klein stukje vergeten. Hoi. Hoppatee. Nou, mooi. Hoppa. Lekker hoor. Oh, wat zijn we toch weer goed bezig, dames en heren. Helemaal geweldig. Ja hoor. Bij Toppie de Floppie. Ja hoor. Hé, hey, hart aan de hand. Door mijn gewas heen. Ik denk wel niet. Af uit.
Nou, de laatste stukjes. Nou, dat gaat nog wel weer machtig mooi. Hè? Oh, ik maak een stuk. Oh jee. Lekker smijten, man. Lekker smijten, weet je. Zo, nou weer een beetje meer in de midden een poepje leren. Dat is makkelijker voor het persen later. Lijkt mij. Wow. Gasdrip, op, op, gasdrip. Het laatste stukje hier nog even mee pakken. En dan hebben we het ook alweer gered, dames en heren. Het is machtig mooi. Dan hebben we onze eerste oogst op de nieuwe map alweer goed voltooid, volbracht. Zonder gekke stunts, heerlijk man. Genieten is dit, of niet dan? Dat prachtig, machtig, mooi man. Lekker in alle ellende in de wereld vergeten, lekker een stukje farming doen. Noem het op. Mooi combine ook wel, kan niks zeggen. Doet zijn werk ook prima. Mooie werkbreedte ook wel, moet ik toegeven. Zo. Niet dat je erg smal, maar ook niet dat je denkt van wow, eigenlijk net aan de te brede kant eigenlijk of zo. Ook dat is niet het geval. Is gewoon weer helemaal top. Dikke voor elkaar. Dikke prima. Ofwel, dikke doemen. Jawa. Zo, we hebben het geoogst. Wakken we dat nog even in de kar. En dan kan er ook weer onderdak. Superman. Superman. Zo. Ook dat hebben we allemaal prima gered. Op mijn mot het er eigenlijk andersom op. Dan poept hij daar nou nog gauw wat neer, dan was dat voor boef. En dat kan ook niet, dan zou het nog te hoog zijn. Bam 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 bam. Zo, die even aankoppelen. Ook weer mooi werk, hè? Zo. Zo, dat hebben we niet gezien, dames en heren. Niks aan de hand, hoor. Ah, wat ik kan doen dan? Oepsie. Zijn dan wel alles mooi, keurig voltooid, zonder gekke dingen. En waardoor ik op het laatste moment er nog even de hele fundering aan barrels gereden. Huh? Net nieuwe schuur, helemaal kapot al. Oh, oh, oh. Nou, nu kan hier wel in staan zo. Hartstikke mooi. Oep, gaat er onderdoor.
Ons eigen kar in bureau aan. Trekken met kar, keeper. Kan er in mijn silo gekwakt worden. Hebben we 10.771 liter aan haveren geoogst. Die buiten hebben we weer mooi binnengekregen. Almachtig, hè? Zo. Zijn er mooie plaatjes, of niet, dames en heren? Ik vind het schitterend. Misschien ben ik de enigste, maar ik vind het mooi. Even opnieuw. Ja, die kan weer hem op. La 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 la. Na, 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 na. Zo. Afkoppelen. Zo. Trekken er weer naast onder dak. Zo dan, hatsiklatsie, weer gelukt. Goed, dames en heren, dit is dan alweer de eerste aflevering, jongens en Wichter. Dames en heren, appels en peren op de Drentse Vaart. Mooi stukje werk verricht, een beetje over de map gevlogen, een klein stukje van wat ik heb. Van wat deze trucker al in bezit heeft, noem maar op. En een beetje uitleg, alles erop en aan, hè. Hoop, dat het jullie ook in de smaak mag vallen. Vooral het vervolg, de livestreams, noem maar op. Iedere woensdagavond, 7 uur, is livestream met farming. In principe, of er moet al echt iemand of heel veel mensen zijn van ik wil een keertje Eurotruck. Kunnen we overleggen, gaan we Eurotruck, geen enkel probleem. Maar in principe gewoon bij Farming Simulator 22 op YouTube. Verder heb ik dan op, zondagavond, 7 uur, doe ik dan ook farming stream op Twitch. Linkje daarvan staat wel in de beschrijving voor degene die daar ook heen wilt. Kun je daar ook even op hartje drukken. Als je zou willen. Is niet verplicht. Maar is hartstikke mooi. Heel gratis ook. Ben gewoon een volger. Krijg je melding als ik weer live ben. Want daar ga ik ook door de week gewoon. Tijd heb. Zin heb. Noem maar op. Ga ik live. Met verschillende gamevullers waar. Behalve op zondag dus op Twitch. Is farming. Goed. Ik hou op te kwebbelen en kletsen. Ik wou dat tegelijk zeggen in één woord. Gaat niet samen. Klinkt een beetje gek. Dus ja. Kan ook niks aan doen. Zo is het gewoon. Mensen. Hartstikke bedankt, dikke duim en bedankt voor het kijken naar de video uiteraard en bedankt voor alles, voor de support. Het is gewoon, het is geweldig, het is machtig mooi. Dames en heren, blijf gezond en tot de volgende video maar weer. Bye bye en zwaai zwaai, dank u.